Beginnen. Meestal ik kom binnen op school, ik ga naar mijn vrienden en vandaag was Binta jarig. Dus, Binta proficiat! Hoe oud word jij? 15 jaar al. 15 jaar, ah, dat is al het jaar van verstand. En dit zijn de vriendinnen? Ja. Stel ze eventjes voor. Dit is Bira. Ja. En dan heb je Binta. Oké, goed. En wat vind je van de speelplaats hier? Ik vind het nog wel leuk, omdat er dan verschillende klassen zijn en je kunt met iedereen wel wat. En het is klein, maar het is zalig. Ja, oké. Je hebt hier ook verschillende vrienden en vriendinnen. Ja. En hoe is het als meisje hier? Want je zit hier natuurlijk op een jongenschool, hè, Lena? Ja, maar ik weet niet. Er zijn weinig meisjes, maar je kunt daar wel goed mee om. Dus. Ah, ja. Ik voel niet echt veel verschil. Prima. Het is zelfs beter. Goed, ik hoor. Waarover gaat het? Het gaat over techniek en over hoe het in elkaar zit. Hoe het met de batterij gaat leiden. Ja. Ik zie wel dat je stroom kunt sparen. Aha. Jongens, wat gaan jullie doen? We zijn een Lego Mindstorm aan het bouwen. Een Lego Mindstorm. En wat gaat die van u worden? Heb je al een idee? Ze moeten volgens een bepaald stramien. Ze moeten volgens een bepaald stramien. Nou, die mogen ze kiezen. Want de opdracht is een vaste opdracht. Ik snap dat. Ik zou dat al niet kunnen. Meisjes, hoe gaat het ermee? Heel goed. Samenwerken? En wat zijn de uitdagingen? Om dat op te bouwen, het is een robot. Ja, dus je vertrekt van niks. Ja. En dan moet dat een robotje worden. Aha. En wat zijn de sterke kanten van het team? Jullie zijn nu met drie aan het werken, hè? Wie doet wat? Allemaal wel. Ja, we staan een stukje op de computer. Wij zitten dingetjes na te geven en dan monteren we die zelf. Ja, oké. Okay. En de mensen staan aan het versen. Ja. Waarom verbaast mij dat niet? Meneer Peters. Kijk nu naar de snelheid. Ze zijn allemaal opnieuw begonnen, hè? Ja. Dus niemand tegen zijn kar, hè? Girl power tegen hem. Meisjes, waarom zijn jullie het snelste? Omdat ze slim zijn. Ja. Jullie zijn slim? Ja. Ja, dat is waar. Jongens, ik wil hier zeggen dat de meisjes sneller zijn. Wat doet dat met jullie ego? Niets, want dat is niet zo slim. Ja. Dan binnen of weten jullie hier altijd? Buiten. En waarom weet je buiten? Omdat dan, je mag hier dan mee praten. Het is gewoon, is er meer ruimte? Het is leuker om buiten te praten, ja. Ja, en de middagpauze is 55 minuten. Te lang, niet te lang. Hoe zit dat? Ik vind dat eigenlijk wel, ik vind dat de juiste tijd. Ja. Genoeg voor een middagspeeltijd. Niet te weinig, niet te lang. Sfeer op de speelplaats. Af en toe is het maar ruzie of? Nee, kleine ruzie. Ja, dat is nu eenmaal het leven. Dat is het leven. Ja. Maar tussen jullie is er geen ruzie, tussen jullie groep. Nee, dat niet. Ja. Ik heb de indruk dat. Het is dus eigenlijk dat je verschillende stappen hier aan elkaar vastmaakt. Aha. En dat dat dus een soort van keten wordt. En als je op een bepaalde knop drukt, dat dat dan beweegt. Ja. Dat is dus wat programmeren dat je leert. Ja. En dat is iets voor jullie? Ligt in jullie interessesfeer? Ja, dat is wel leuk om te doen. Ja, dat is dat. Al die figuren dat zijn, wat voor soort figuren? Hoe gaat het met de wiskunde? Om die cirkel, om dat hartje. Vlakke figuur. Ja. Valt er goed mee? Doe je dat graag? Ja, ik doe het. Vlakke figuur. En hoe gaat het met u? Oké, zijn we al goed in pagina 13? Pagina 13, nummer 7. Wat heb je nodig voor techniek ook, hè? Pagina 13. Interview. Vandaag, hoe is het geweest?
Hoe is de dag geweest? Goed. Ja, ging wel snel voorbij. Heel snel voorbij. Snel voorbij? Ja. En wat hebben we vandaag geleerd? Hoe dat je een robotje laat bewegen. Ja, en een ruimtefiguur in de wiskundeles. Ah, ja.